Een van Surinames meest gerespecteerde dichters, Michael Slory, is gisteren met staatseer begraven op de RK Begraafplaats aan de Schietbaanweg. Familie en vrienden hebben niet lang daarvoor afscheid van hem genomen in de Raadspoorkerk. Slory is vorige week woensdag op 83-jarige leeftijd overleden. De afscheidsdienst is bijgewoond door verschillende notabelen, onder wie oud-president Ronald Venetiaan, voormalig minister van Onderwijs Marie Levens en cultuurdirecteur Elvira Sandi. Robbie Rappaparabir Singh voerde namens de schrijversgroep 77 het woord. Parabir Singh roemde de kwaliteiten van Slory. Vooral het feit dat hij in verschillende talen kon schrijven, was heel apart. Gedichten in het Nederlands lijken speels en oppervlakkig. Maar bij nader beschouwing komt vaak die tragiek van de dromen en verwachtingen die aan scherven zijn geslagen naar boven. Lilian Verrier, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, was ook lovend over Slory. De bewindsvrouw benadrukt dat het nalatenschap van grote waarde is voor de gemeenschap. Ze ziet daarom graag dat dit gekoesterd wordt. Michel is in vrede met zijn heer. Hij laat ons als naast, als bevolking een onschatbare waarde na woorden van liefde, woorden van twijfel, woorden van geloof in dit land Suriname, waarvan hij droomde en hij wist dat dromen ook uit zouden komen. Ik sta hier ook namens de president van de Republiek Suriname, excellentie Desiree Wolkersen, namens de hele regering, als minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap, zullen we Michel Slory blijven horen. Deze Corignaan in hart en nieren is een man waar we zeker trots op zijn. Minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gisteren bij de afscheidsdienst van dichter Michael Slory. Ze zegt dat zijn nalatenschap gekoesterd moet worden. Slory is gisteren met staatseer begraven op de Rooms-Katholieke begraafplaats.